Na een jarenlange restauratie is dit weekend het jachtslot Mokerheide officieel heropend. Natuurmonumenten heeft het jachtslot in de oorspronkelijke Jugendstil hersteld. Voor het eerst kon het publiek nu het jachtslot ook van binnen bewonderen. En dat zorgde zondag meteen voor lange rijden. We staan hier voor het gerenoveerde jachtslot Mokerheide, want het is vandaag open landgoeddag. Iedereen kan een kijkje komen nemen in het jachtslot, maar ook in de tuinen en het landgoed wat eromheen ligt. Als je hier de oprijlaan oprijdt, dan zie je een fantastisch mooi aangelegd landgoed. Met name ook de samenwerking en gewoon het hele landgoed waar veel leven is. Het is altijd een samenhang geweest tussen het gebouw en het landgoed. En bijvoorbeeld ook de tuinen, dat waren ook toen al de nutstuinen van het jachtslot. Dus men was ook best wel zelfvoorzienend. Dus het is altijd één geheel geweest. Om het jachtslot weer terug te brengen naar de oorspronkelijke stijl, is er uitgebreid historisch onderzoek gedaan. Op basis van oude foto's kon in kaart worden gebracht hoe het jachtslot er ooit uit heeft gezien. Je kon bijna met je vingers door de kozijnen prikken bij wijze van. Dus we moesten echt gaan restaureren en daar is een heel proces van onderzoek aan vooraf gegaan naar kleuren, naar materialen, dakpannen. Nou, er moest heel veel gedaan worden. Het pand is helemaal gerestaureerd zoals het ook ooit gebouwd is, dus daarmee in oorspronkelijke stijl teruggebracht. Ja, het is voor Nederland denk ik heel uniek dat we aan de buitenkant zoveel Jugendstil mogen laten zien. Na de jarenlange renovatie is het ook voor veel bezoekers bijzonder om het slot weer in de originele stijl te zien. Wij zijn hier getrouwd, 37 jaar geleden. En ja, dan houdt het gewoon een heel speciaal plekje natuurlijk. Dus we hebben ook met de jaren wel gevolgd, de verbouwing en dat het dan nu weer open is. En... Ja, ik vond het algemene indruk wel indrukwekkend. Het heeft wel een diepe indruk op me gemaakt. Vooral Sint-Hubertus, het glas en loodraam, dat vond ik wel... Het verhaal wat erbij hoorde. En volgens mij waren wij toen ook het eerste bruidspaar wat hier getrouwd is. Ja, dat klopt. Dus we hebben toen de hele dag hier feest gehad, alles. Dus toen is ze ook inderdaad hier van die mooie trap afgekomen. Ja. In de bruidsjurk. Ja. Dus ze komt straks ook weer even van de trap af. Nou, het is gewoon verrassend om geconfronteerd te worden met die tijd. En met die mooie architectuur. Dan steekt de huidige architectuur er maar armzalig bij af.